Deze week kwam er een nieuwe editie uit van het Bredaanse kindermagazine Chattime. Voorheen had het blad voor en door kinderen een regelmatige oplage. Tegenwoordig wordt het alleen nog gemaakt in samenwerking met andere partijen. Samen met de Nieuwe Vesten werd er een editie gemaakt rondom het ontwikkelen van talenten bij kinderen. Ja, heel trots, maar toch het meeste trots op alle talenten hier in Breda. Aan de reporters die meegewerkt hebben, de fotografen, de kinderfotografen die meegewerkt hebben. Heel erg trots, zeker, ja. Ook de kinderen die hebben meegewerkt aan de inhoud van het magazine waren aanwezig bij de lancering. Je kan je talent ontdekken en je mag gratis leuke dingen gaan doen. Ik ben ervoor geïnterviewd. Ze hadden het over gevraagd over ontdek je talent en daar heb ik alles over verteld. En wat zou jouw talent graag willen zijn? En dan zou ik graag een journalistkrachten hebben. En dan zou ik gewoon heel snel alles kunnen doen. De eerste editie werd overhandigd aan wethouder Marieke de Nobel. Nee, ik vind het ontzettend leuk om te zien. En wat ik vooral heel gaaf vind, is dat ze heel kernachtig iets neerzetten. Weet je, in plaats van hele stukken in een krant. Nee, dit is wat we doen. We gaan lekker een vechtsport doen of ik ga iets tuinieren. Gewoon heel, en dan heel kort en krachtig vertellen wat het inhoudt. Foto erbij. Nou, precies de essentie. Dat is waar het over gaat. Het magazine heeft ook een aantal zogenaamde wijkministers verzameld. Zij gaan meepraten over wat zij belangrijk vinden in de wijk. Als wijkminister moet je de buurt eigenlijk veilig maken. En hoe doe je dat? Door mensen te laten inspireren. En je zou misschien denken, de jonge generatie wil het liefst alles digitaal. Toch is een papieren magazine volgens hoofdredacteur Lydia nog niet uit de tijd. Ik denk dat het toch nog superleuk is om constant een magazine in je handen te hebben en constant jezelf te zien. Of als je bij de huisarts zit of bij de kapper, toch nog lekker even dat magazine pakken. Ik denk dat het ook een heel leuk iets is om nog later in terug te kijken. Dus ja, zeker.